Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denniske, en vandaag heb ik er weer een live commentary op Terminal Domination nou dus. En heel veel mensen hebben gevraagd of ik weer een keertje van die mobs wil halen live, dus dat gaan we nou gewoon weer proberen. Een fatje gebruiken natuurlijk, assault rifle, altijd fijn. Ook over deze map, heel veel mensen zijn echt super blij met deze map, vinden hem super geweldig, dit en dat. En ik haat hem echt enorm. En ja, ten eerste, ik snap sowieso wel niet waarom ze deze map hebben teruggebracht. Dit is dan een van de mindere mappen die in Modern Warfare 2 zaten, vind ik. Ik vind dat Modern Warfare 2 veel betere mappen had. Dus snap ik niet waarom ze deze hebben uitgekozen, maar ik zie het mis. Verkeertje muten, leuk. Oké. Maar in ieder geval, ja, deze map, heel veel mensen gaan snipen en niet quickscopen, maar gewoon bijvoorbeeld op dat dak campen. Wow. Oh, hij had een sniper. Laat me. Oh, dat is iemand anders in de verte. Denk al, hè? Hoe ver word ik geraakt door de shotgun? Oeps. Maar in ieder geval, heel veel mensen gaan op de dak achter mij campen. Ik ga dat ook even kijken. Hier. Dit dak. Of ze gaan zo door die gang heen liggen aimen. Wat kapot irritant is. En daarom haat ik deze map. Gewoon. Ja, het is gewoon niet leuk. Je kunt nergens lopen of mensen liggen er al op te aimen met hun snipertjes. Ik wil verder lopen. Ik kon naar achteren daar, maar. In mijn eentje kom ik daar niet. Jongens, ga aan de kant, hè. Ik weet gewoon dat daar een sniper ligt, Aim. Ik weet het gewoon zeker. Hier ook. Oh, wow. Sit down, son. Blijf liggen, ja. Blijf liggen. Met je spassies, je trekjes. Oh, kut. Oeps, weg hier. Jongens, ik zoek veiligheid. Veiligheid. Veiligheid, juist. Pas niet helemaal in de zin. Oh shit, die gang natuurlijk ook nog. Oh, daar ligt er eentje. Hallo, snipertje. Zat er aan te komen, zou ik zelf ook doen. Wacht tot die kerel heeft geschoten, dan denk je hij is zijn wapen op. Maar deze vat, hè, heeft echt ontzettend veel ammo. Dus daar had ik nou het geluk dat ik daarmee. Als ik nou een sniper had gehad, hè. Dat is echt kapot overpowered gewoon. Ja, ik wil omlopen, jongens. Ik moet hier niet heen. Ik wil aan de andere kant zijn. We gaan gewoon lopen. Hopelijk dat niemand mij ziet. Oh, ik heb een specialist, zie ik nou. Oh shit, daar zit hij. Dit ding is niet zo heel erg goed voor afstand. Oh, ik zit al bijna zonder ammo. Dit is niet goed. Oh, ik denk dat die predator blijft hangen. Dan krijgen we een disconnectie of zo. Teammate. Oh, fijn. Wapens op. Oh, leuk. Ik heb natuurlijk mijn secondary niet. Ik heb een shotgun opgepakt. Wat misschien niet zo slim was. Shotgun is wel chill soms, maar mijn secondary kan ik tenminste nog redelijk gebruiken voor alles. Oké, mooi. PP90 met een red dot. Waarom een red dot? Waarom geen silencer? Jongens. We zijn in bezig. What the fuck kwam hij ineens vandaan? Ja, dit is ook geen fijne plek, want hier springt allemaal als elfjes uit dat ding, jongen. Allemaal kijken mijn 360's doen en rondjes draaien. Ik pas op, jongen. Ik ken dat wel. Hier moet ik ook niet zitten. Oh, daar zag je iemand al bukken, hè. Een snipertje waarschijnlijk. En ik weet hoe dat gaat, want je ziet soms de hoofd net niet. En dan hebben ze jou wel. No way. Teammate, help me, teammates. Schiet die kerel af. Please. Teammate, help me. Snel. Weg hier. Ik haat dit. Close quarters wapen. Een van de slechtere submachine guns voor afstand. En dan hebben we dit. Ik wil deze vlaggenkapjes achter enemies in de gang lopen. Maar ik kan deze kant zitten waar ik nou heen loop. Maar dan moet het wel veilig zijn. Oké, gaan we zo. Net niet door die dingen heen. Anders gaat hij piepen en dan weet ze dat ik in de rug zit. Oké. Ja, heb ik ook dood. Oh shit. Hij moet bijna op en nou weet ze natuurlijk dat ik allemaal zit hier. Mijn wapen is bijna op. Leuk. Oh shit. Alles is op. Nee, ook geen ammo. No. Teammates. Kom helpen, jongens. Doe nuttigs. Nou moet ik echt wachten tot ze mij voorbij lopen. Ik heb geen ammo. Hier kan ik heel misschien niemand mee killen. Heel misschien. Dat mag ook niet missen, zit ook bij C, maar teammates of bij B.
bij A sowieso. Ik wacht gewoon dat mijn team is daar naartoe gaan. Iemand neerschiet of iedereen. En dat ik daarna ammo op kan pakken. Oké, ze gaan allemaal dood. Dat doe ik hier ook nog één. Maar nou zit ik dus zonder ammo. Nou ben ik gewoon definitief genaaid. Hoezo zit ik zonder ammo? Ik heb specialist alles. Oh, zuiver max ammo. Sit down, son. Van die kant of van deze kant? Deze kant dacht ik al. Ja, dacht ik al, maar ik denk, kijk toch maar even. Oh, nice. Double kill. Ik zit niet op een goede plek, weet ik wel. Ik kom van twee kanten af. Oh, enemy UV, maar ik heb specialist en alles, dus dat komt wel goed. Er moet eigenlijk een camp sensor komen. Een soort van heartbeat sensor die alleen campers aangeeft. Dan is hij best wel nice. Dan blijft heel de ding piepen, piep, piep. Oh, check mijn fucking Pwnage team. Ik zal daar nog wel laten zien. Ze zijn wel goed bezig, hier. Ik zal daar nog een keertje laten zien, maar ik wil nou niet dood. Samen spawn trappen. Ik ben niet zo goed in spawn trappen, als ik eerlijk ben. Ik speel ook bijna nooit in een groot team, dus best wel moeilijk om spawn te trappen. Goed dat ik deze kant niet op keek, want hij had een shotgun, zag ik wel. Dan gaan we even terugtrekken. Oké, die hebben we ook. Even kijken. Jongens, waar zitten jullie? Teammates. Ik heb nou echt die paar kills nodig. Ik heb geen zin om dood te gaan net voor die MOAB. Ik ben lekker bezig, dat weten we allemaal. Ja, teammate. Jij wordt beschoten. Zul je zien als ik er naartoe loop. Nee, die sniper al ligt de aim of zo. En dat ik dan bam, dood. Ja, ik ben nou heel voorzichtig. Dat zien jullie allemaal. Het is niet dat ik stil zit zo, maar... Ik ben echt heel erg aan het opletten. En goed... Kijken in welke posities ik het beste kan zijn. Want als ik kan hier gewoon om het hoekje lopen. Maar ik kan beter zelf even afwachten. Want je teammates. Als we nou C-cap teammates. Maar... Juist. Nou, die is binnen. Hij was op het laatst wel even voorzichtig. Maar dit is ook echt een van de mappen waar ik altijd wel wat voorzichtiger in ben. Ik vind er geen map waar je lekker in kan rushen. Ook niet, hier zit op dak. Snipertjes, zoals ik jullie bij het begin al uitlegde. Oh, hé, was die? Hé, ja, die is weg. Even kijken, we gaan gewoon. Nou, kunnen we gewoon even voorzichtig lekker verder. Maar net als echt oppassen, want die spawns hier allemaal onbekend en zo. Dus. Zal hij een sniper hebben? Oké, dat is ook niemand meer. Losing A, oké, ze zijn nou aan het aanpakken. Daar kan ik toch niks voor doen. Sowieso niet. Via B9. Waar are the Germans? Waar zitten ze? Ik ben heel erg oppassend. C4. Zoals je zou. Dit is eigenlijk een van de... Ja... Een van de manieren hoe je moet spelen als je nog nooit een MOAB hebt gehaald. Gewoon een beetje voorzichtig. Hier ging ik ook... De laatste tijd haal ik ook geen MOABs meer zo makkelijk. Dus moet je gewoon anders gaan spelen. Want het werkt gewoon niet meer om te spelen zoals ik eerst al deed. De enemies zijn gewoon zodanig veranderd. Dat het eigenlijk niet meer te doen is. Ik denk, ja, ik ga voor die double XP. Want die double XP kan ik wel gebruiken. Zit er iemand in de huis? Dus ik doe even mijn hoopje nou, want ik had lang kunnen wachten. Het is kloot dat het helemaal donker wordt, maar ik heb hem ook nog nooit zien donker. Want ik heb deze map eigenlijk nog bijna nooit gespeeld. Misschien een paar keer halfwege gejoind, maar verder is het niet echt overdreven veel. Ja, op Modern Warfare 2 natuurlijk wel veel, maar hier niet. Maar we gaan even voor dubbel XP. Ik zag daar net een ding op de kaart. Zitten ze... Oké. Het geluid is ook anders, hè. Ja, tuurlijk, striker. Jij bent wel tryhard. Ja, dat was gewoon jammer. Ik zat op een lekker streakje. Gekild door striker. Ja, ik had hem geraakt met mijn shotgun. Ik was geflasht. Ik denk, ja, ik kan weglopen. Hij heeft me toch wel. Teammate. Waar is je nou? Ah, teammate. Hij covert mij niet.
Moet je kijken, die teammates zit achter. Daar kun je niet mee, hij staat omgedraaid. Dit zijn van die momenten. Teammates die gaan zo kijken. En dan rijden ze ineens om. Maar dat is gewoon nutteloos. Als ze nou gewoon hun werk doen, Predator. Ja, ik ben al lang binnen zoals jullie zien. Echt verschrikkelijk. Teammates, kijk hoe slecht mijn team zijn. Of het is. De helft is volgens mij geliefd. Want we waren veel slechter net. Met 10 op 29 kan ik ook niet goed noemen. Maar ja, even kijken. Oké. Nice, dood. De vette, alsjeblieft. Nee, die gaat mooi niet dood. Oh, kut, ze spawnen. Waar zit hij? Te campen. Ik weet niet waar hij het doen was. Misschien het campen, misschien gewoon even aan de telefoon of zo. Maar in ieder geval, hij is dood en daar gaat het om. Even kijken. In de vliegtuig natuurlijk, dus altijd. Misschien. Hopelijk verwacht hij mij niet. Nee, hij verwacht mij niet. Nou, 41-4. Het was best wel een defending moab. Het was niet echt campen, vind ik. Maar het was gewoon teruggetrokken. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Het is alweer een tijd geleden natuurlijk dat ik zoiets heb geüpload. En jullie wou ook graag... wow, wat een kerel. Check die kerel, man. Volgens mij was het die kerel die ik net doodschoot in die heli. Of in de heli, in de vliegtuig. Maar in ieder geval, het is al een heel tijd geleden dat ik van die live moabs heb geüpload. En iemand wou ook graag in deze map zien. Dus nou, allebei tegelijk. Iedereen blij. En ja, verder heb ik eigenlijk... nog te vragen of jullie alsjeblieft iets van, hoeveel zullen we doen, 65 likes op deze video willen doen, of willen, ja, zorgen, regelen, weet ik wel. Want, op zich, ik heb nu al over de 1000 subs, en eigenlijk vallen mijn likes nog ontzettend tegen, en het is toch een kleine moeite, dus ik hoop in ieder geval dat jullie zullen doen, en ja, tot de volgende keer, houdoe.